Goedenavond. Vandaag hebben we in het crisisteam het besluit genomen over versoepeling van de maatregelen tot 15 juni. En ik kan u inderdaad melden dat we het verantwoord vinden om de stappen te zetten die we 2 weken geleden in de routekaart hebben aangekondigd. Elke versoepeling kan het virus doen oplaaien. En daarom is het zo belangrijk dat we vanaf juni iedereen met klachten testen, traceren, isoleren en rapporteren. 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 Testen, 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 testen. Traceren, isoleren en rapporteren. Testen, traceren, isoleren en rapporteren. Testen, traceren, isoleren en rapporteren. Testen, traceren, isoleren en rapporteren. Daarom 1,5 meter afstand. We houden 1,5 meter afstand. En daarom 1,5 meter afstand. We houden 1,5 meter afstand. Afstand. Dat we vanaf juni iedereen met klachten testen, traceren, isoleren en rapporteren. Testen, traceren, isoleren en rapporteren. Test, 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 test. Traceren, isoleren en rapporteren. Testen, 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 traceren, isoleren en rapporteren.